So vandaag gaan we met mijn Denise. So we gaan beginnen bij jou. Because you're like bar water now. En zo, ik heb al verschillende namen voor Denise gehad. De eerste naam voor jou was Pirate. Natuurlijk, want zij heeft een oogoperatie gehad en ze was een oogklap dragen. Ze heeft al Pirate genoemd, juist. En toen heb ik al Blommie genoemd. En dan was ik al Bebel. En nu Lachie. En nu was Anne wat ook noemde. Mijn baby Bokkie, mijn special person. Maar in elk geval, hij was verschrikkelijk blij dat jij jou gezegd. Het was nog voor mij net lekker geweest, maar dat ik jou heel goed heb. Ook goed heb. De laatste 2 jaar. Het so, was baie lekker geweest. Maar het was hier dus vandaag. Jij hebt baie hard gewerkt. Die mensen weten niet erg. Dag en nacht. Aangehouden gezegd. Vandaag moet een groot succes zijn. En het was erg. Dus te dank aan jou en te dank aan allemaal wat geholpen met vandaag. So, ek is baie blij met my vrou te nou. En ek weet dat ons lewe gaan baie goed wees. En so ek moet net eerst vir jou eerste gesê, baie dankie. Dan moet ek ook iets vir ons, vir die familie, ook baie dankie sê. Soos is Benjar gesê, en ek gaan ek die rechte weergawe van die story van Rudi en Denise vertel. En dit is nog een interessante story. En ek denk het sal allemaal help om te verstaan hoe ons by vandag uitgekom het. Maar, ja, soos van die begin af, ek het, ek gaan later in die story vertel, so ek wil nie nou te veel weggeef van hoe ek die familie ontmoet het en wat gebeur het nie. Maar, ek is baie lief vir jou ouwers. Ek is raarig soos my ouwers ook geword. En het is vir my baie lekker om jou vandag hier so te hee, my ouwers hier so te hee, so met ons. Het is baie lekker vir my. En ek wil net ook deurgaan en allemaal wat gehelp het met die trouwe. As ek net denk, dit vat die hele groot groep mense om die trouwe te laat gebeur. En daar was baie mense om my en Denise wat ons gehelp het met vandag. As ek net denk aan die harde werk wat Veronica ingesit. As ek net kyk aan die decor op die tafels, die gouwe blikkies, die peach en mint blikkies waarop is, Veronica het hulle geverf, het gesit dag en nacht en hard gewerk. Ek is baie dankbaar vir alles wat jy gedoen het om dit vandag moontlik te maak. Allemaal wat die deelname gehad het, ek dink aan die koek en die cupcakes met Tani Betty en Ron Frans, baie dankbaar daarvoor. En allemaal wat die deelname gehad het om vandag regtig te laat geskied soos dit het. Ek is baie dankbaar die twee van ons wat allemaal gedoen het. Nou wil ek ook die dankie sê vir allemaal wat ver gerei het. Ek dink bijvoorbeeld as ek begin maar van vooraf begin en het so omwerk so Nikita en Emil voor traveling so far being with us, opa Perkie en oma Beryl. Dit is al die pad van Witbank af. En dan as ek net omgaan met die, dan ga ek net so kyk wie ver getrou word. As ek jylle mis, sê net vir my Tanny Harris, my ander mama, dankie dat jy ook hier is. Vandaag, dat beteken baie vir my dat jy ook gekom het. En dan, my sissie, al die pad van die Kaap afgekom. Baie dankie daarvoor, en my boete al die pad van Pretoria af. Ons represent die hele Suid-Afrika, het is die 3 van ons. So, die blauwe wil nie, dit prijs nie. Baie dankie dat jylle allemaal so ver gereis het om hier so te wees. So nou wil ek graag die story van Rudi en Denise vertel soos ek het onthou, want daar is baie mense wat 'n rol gespeel het in hoe ons vandag hier gekom het. En dit het eindelijk regtig begin, en ek gaan nou name draap, maar dit het begin by Reinhard en Annemarie. Want Reinhard is ene wat vir my gesê het om nou die touwtie saal toe te gaan en te gaan help. En nadat hy my gevra het om te help, toe het hy gesê, daar is iemand wat hy my wil introduce aan. En ek sê, ok, kom, ek sal maar gaan, sien wat gebeur. En toe gaan ek daar na die saal toe, en ek het hard gewerkt die hele dag, en jy het laat gekom. Al wat ek, eerste ding wat ek kon onthou is, toe ek nog in die saal gestaan, en al wat ek kon onthou is, het jou haar so gefliek, ek het soos blonde haare gesien, vliek gedaan, jezus, wie is dit nou? En dit is nogal elektrifying geweest. Maar in elk geval, en soos met jou sê,
was het daar die rest van die dag, nie een van ons het vir mekaar hallo gesê, die sê nie voorbij my gestap, was ek nie vir mekaar gepraat nie, en toe die huis toegegaan. En toch ek, dis dit, gaan nie gebeur nie. In elk geval, so, bykie background daarna, toe was Denise bezig om te strijk, sover ek weet, en toe het op haar gesien, sy stalk my profile op Instagram. En so, toe Denise begin, toe het sy my friend request gestuur, en toe het sy begin comment op my foto's. Ek het nie baie foto's op Instagram gesit, ek sien die soort mens nie. Ek gaan nie raar op social media en die soort van mens. Maar toe sy nou, denk die eerste ding was like kos of iets, en toe het jy gesê, is dit lekker of so iets, en toch ek, al keer as ek die post, dan comment sy op, en toe soek ek nou redes om foto's te vat, en op Instagram is dit wat ek kan sê. En toe al keer as ek een foto sê, is dit like, ja, dit is lekker, dit is dit ek een foto, en ek geteken, en joh, jy het dit geteken, ja, en het lang aangehou, so, en ek denk toe mense begin achterkom, dat twee van ons praat so met mekaar, en so dit is vooral Benjo en Maritza toe ook naar die vreemde en gekom het van toe gaan ons nou strand toe en toe is jylle net daar ook en dit was ook een interessante dag want ek het gedink jy like my nie en ek het in die rotse vast geswem en myself gekraak en het water op my gesplash en dit is verskrikkelijk een romantische meeting geweest. Anyway, toe het ons van daar af aangegaan en toe was al weer een braai gewees, weer by Benjamin Maritza gewees en toe het ons in die huis gesit en ek het vir die muziek gewees, my music videos, gesit en kyk en toe het daar sissie van gesê, nee, sy moet kom sit en kyk ek like die selfde soort muziek by jou van hou en anyway, toe het jy kom sit en ons het gecheckt en het goed gegaan en toe movies ook gekyk. Maar ek onthou daai aand, die langs by die bank gesit, maar sy kussings tussen ons gepak. Ek wou haar hand vast daar, en sy van die mure bou. As het gesit tot soeke 2 in die oggend, en movies kyk, en die mure het geblei, ek was daar. En toe ek huis toe gaan, toe message sy my op WhatsApp, ek weet nie wat sy was op Instagram, ek kan nie onthou nie. Maar toe is het like 4 in die oggend ingebeur. En toe sê sy toe, praat ons in mekaar, het ook nie rarig geweet, een van ons hou van mekaar, like rarig nie. En toe sê sy, oh maar, sal sy in die moeilijkheid kom, is sy van die ouwe man aan? En ek sê, nee, wat sê ek, was hy nie getrouwd, is hy probably nie. Is het al en toe sê, toe gaan het aan, en toe sê ek, jy weet maar, as ek nou wel ernstig wees, ek like jou nog wel. Toe sê sy, oh ja, ek like jou terug. Ek jou terug. Toe sê sy, oh, ok, maar nou moet jy my pa vraag. Of jy met my kan uitgaan. As jy my like, dan moet jy my pa vraag. En dit is nou 4 in die ochtend. En die volgende ochtend moet ek toespraak gee. En ek het toe gaan en sê ek, ok, maar hoe kan ek nie met hulle praat voor die tyd? Ek gaan nervous wees. So ek kan nie eens raag, maar toe het gebeur het nou nie so nie. So ek na die tyd moet hulle daar in die beeskool gaan sit met Veronica en Graham. En sê, is het alright as ek uitgaan met julle dochter? Ek was toen nou bang gewees, is nou pa so groot hou. En dit is een van 2 maniere gaan. In elk geval, dit toe goed gegaan. En wat toe gebeur het is toe, ten na die tyd het ek al begin blommie noem ek, en dat het voor het gebeur het. Maar ek het toe gegaan en ek het een hangel hierkie gekry met een groen blom in het, want groen is jou ginsteling kleur gewees. En toen aan middag toen jylle naar jou nails toegegaan, so daar het hulle toen aan die prankie ingekom. En toen daar het ek vir jou nou my geskenk gegeen en jou gevra om my blommie te wees. En jy het ja gesê, toen ek jou hangerkie vir jou opgesê. En so, dit is waar ons rarig begin het en dit is waar ons toen van daar af gegroeid het. En daar was baie mense wat betrokken was in ons story en daar was baie mense wat deel gehad het. As ek net denk, soos hulle sê, ons was altyd een chaperone gehad het. En nou, jou sissie natuurlijk was die dier chaperone gewees, wat sy met koos gehad het. Dit was al die, nee, 2 milkshakes, groot pizza. Kan ons gaan stop in McFlurry's koop? Nou, elke keer. En Arie was die kwaai in.
Hy het vir hom met ons gewatch het, joh. Hy was in as hy die kar het geklim het en as hy 10 sekondes gevat, dan klop op die venster en as hy klim uit die kar. Nou, snaakse story te vertel van Harry is, een aand was het nou laat en allemaal gaan slaap, Harry is die enigste ene wat wakker is, weier om te gaan slaap, maar Harry moest toilet toe gaan. Harry wou nie uit die kamer uit nie, maar hy sê, ek kan nie hulle los nie, dan is hulle alleen. Dus is Harry ons gaan niks doen, toilet toe gaan, dit is een paar secondes. In elk geval, dit is wat van chaperons wat ons gehad het in bedet en Harry, Harry, dit is baie goed vir ons geweest, hy was altyd daar. Altijd geweldig om te helpen. En als het ook Benjo en Maritza gehad, het gehelp en baie van die keer dat Denise kon oorslaap, bij julle geslaap. En zo was, er was reinig baie mense wat gehelp het om ons te komen waar ons vandaag is. Dus ons om al die mense wat een rol gespeeld het, baie dankie sê vir wat julle gedoen het. Maar anders as dit, ek is baie blij, allemaal is hier vanavond, ek is blij, dit dinge het verloop soos het verloop het en ek moet ook dalk die story vertel van toe ek jou pa gevra het, want Benjo was reg, ons het uitgegaan vir een paar bieren, ek het die geschiedenis van Elvis gehoor, toe was huis toe gegaan, ek het het al gedans en in my box genoem, om het boy te stel, maar dit is door my verhouding wat ons daar het. Baie close, baie na mekaar. En nou is ons hier vandag, allemaal hard gewerk, en ons is hier, en ons is getrouwd. En ek is baie blij, is allemaal hier, ek is baie blij vir elke persoon wat hier is, het een rol in my leven, en een rol in Denise leven. En so, ek is blij vir wat ons nou het. Denise, ek sien uit daarna, ek sien uit om te fight met jou, ek sien uit om te groei met jou, ek sien uit om een leven saam met jou te bou, om te leer by jou, en dat ons saam kan groei en saam kan leven. So baie dankie vir allemaal wat die is, en hoop ons geniet die aand verder. Ons gaan nou begin dans, en ons hoop allemaal dans saam met ons. Dankie.